Ja, mensen, deze krijg je nog even van mee. Want die zie ik dus net voorbij komen. En die, nou, dat, het raakt mij ook in die zin. Ik heb ook kinderen in die leeftijd waar zij het over gaat hebben. Kan je alleen niet het bewegende beeld laten zien? Want het is namelijk van BNNVARA en die fokt mij altijd. Althans, als ik dat beeld ga gebruiken en dat ze gaat bewegen, dan krijg ik natuurlijk weer een of andere rode vlag erbij. Maar geluid mag ik wel gewoon quotejes geven. Dus even, laten we even luisteren naar wat ze te zeggen heeft in 30 seconden. Op het eerste oog is het welzijn van tieners en jongvolwassenen dus een topprioriteit. Daarom is het juist zo schrikbarend dat hun mentale gezondheid de afgelopen 20 jaar achteruit holt. En bij meisjes nog veel harder dan bij jongens. Bijna de helft van de meisjes in de middelbare schoolleeftijd kampt met piekeren en is vaak ongelukkig. En of het nu gaat om dingen als angst, zelfbeschadiging, anorexia of het nemen van een overdosis medicatie, meisjes en jonge vrouwen zijn oververtegenwoordigd. Waardoor dit komt, dat weten we eigenlijk niet goed. Oh nee, weten we dat niet? Nou, ik kan wel wat bedenken hoor. Ik weet niet, bijna de helft van de meisjesmensen op de middelbare school voelt zich zo ongelukkig tot aan zeer ernstige psychische klachten aan toe. En hoe dat komt, weten we zogenaamd niet. Nou, ik kan dus wel iets bedenken bij deze. Voor de meest wakkere onder ons is het helaas maar waar. Geen verrassing natuurlijk dat dit nu zo gebeurt. Onze kinderen zijn de vijfde generatie sinds de laatste reset. Welke laatste reset, hoor ik u denken, althans de meeste onwetende dan? De vorige reset natuurlijk, waarbij de hele wereld opnieuw bevolkt is en bevolkt werd met kinderen. In het begin van de industriële revolutie, beste mensen, nadat dus de voorgaande generatie al werd uitgeroeid door onze koloniehouders. De wereld is rond 1850 volledig verwoest geweest, of in ieder geval van alle mensen ontdaan voor de zoveelste keer. Om vervolgens dus eigenlijk, zoals ik al zei, de hele wereld opnieuw te bevolken met kinderen, om dus deze nieuwe economische wereldwijde maffia-organisatie op te bouwen. Een wereld waarin slavernij zogenaamd is afgeschaft, omdat letterlijk iedereen een fucking slaaf is geworden op dit moment. Een status waar men dus in de vijfde generatie na aanvang maar al te bewust van is geworden. Levend in een leven van opeenvolgende Pavlov-generaties die een doelloos bestaan hebben gehad als slaaf. Starend naar een TikTok-scherm, welke is gebouwd door de hoogste casino-mastermind, welke internationaal en via alle overheden met elkaar natuurlijk samenwerken om onze kinderen maximaal verslaafd te maken aan deze inhoudloze contentcreatie. Er wordt niet meer buiten gespeeld, er wordt niet echt meer sociaal contact onderhouden. Er is alleen nog maar deze digitale waanwereld. Maar nu wil ik ook niet per se de technologie de schuld geven hoor. Het is echter vooral de instelling waarmee dus deze economische markt, of onze economische markt en wereld eigenlijk gevormd is. Het moet altijd iets opleveren. Oftewel ten koste gaan van iets anders. Er moet altijd meer terugkomen als wat men er zelf dan heeft ingestopt. En daarna moet er ook nog eens een rente over betaald worden. Zodat iedereen eigenlijk eindeloos wordt bestolen. Een stervend en compleet uitgemolken financieel systeem, die al 10 keer is omgevallen, waarbij de schulden allang niet eens meer zijn te overzien en niet eens meer serieus te nemen zijn, welke zogenaamd ook allemaal betaald moeten gaan worden door onze kinderen en de generaties daarna. Laat me niet lachen, vooral inderdaad. De kinderen lachen er namelijk ook niet zo om. De reden dat men depressief in een doelloos leven voor vastzit en voor zich uitgestippeld ziet, omdat dit nu eenmaal het resultaat is van deze economische slavenmaatschappij. En als je daar met 12, 13 of jaar, 14 jaar zeg maar bewust van wordt en je er niets aan lijkt te kunnen doen, dan zit je daar maar mooi mee opgescheept inderdaad. Als je daarna ook nog eens wordt geconfronteerd met de dagelijkse bullshit, hypnose en inhoudsloze tv, uitgevoerd dus door een sekte die zich op de meest waanzinnige manieren opdringt om wederom kinderen zeg maar uit te persen en te benadelen, door dus de voorgaande generatie met hun zogenaamde hypotheek gehypnotiseerde successen, welke zeg maar als een soort verblindende halsband wordt overgedragen van generatie op generatie als de levensstandaard zoals we dat allemaal zouden moeten willen. Je wordt compleet uitgekleed en bent vooral gebonden met jouw levenslicht, zoals we dat dan noemen. Daar blijft dus niet zoveel meer van over helaas. We hebben nogmaals een compleet gemanipuleerde, hersenloze, inhoudsloze
mediaapparaat en politiek systeem natuurlijk, die geen enkel puntje van vertrouwen of weet ik veel wat voor fleurige toekomstvisie zou losgelaten moeten worden op deze jongeren, wat van deze mensen afkomt. Ze zijn al twee jaar binnengehouden door die achterlijke, waanzinnige gasten daar in Den Haag. Vervolgens zitten natuurlijk 90% van de Nederlanders ook gewoon eindeloos en bewust al in de val van wat ze dus vooral op zichzelf en elkaar gaan afreageren. Terwijl ze daarnaast wel hun kinderen nogmaals in de waan laten om alsnog dus wel hetzelfde systeem te blijven volgen en dezelfde stappen te blijven doen om dus net zo succesvol te worden genaaid als zij zelf. Wij als livestock van de mensen, zeg maar, van deze mensenboerderij, worden alle kanten opgesmeten zonder geen enkel respect te hebben voor onze zogenaamde mensenrechten. Wij zijn hun vee, beste mensen. En anders wordt er alweer een of andere pandemie op ons losgelaten, weet jij veel. Ik weet alleen dat de allerrijkste zich maar al te graag in bunkers onder de grond verstoppen. Dus ik wil niet suggereren dat er iets geks gaat gebeuren, maar dat vind ik toch wel een gek gebeuren. Het is ook meer dan opvallend dat de meest invloedrijke industrieën natuurlijk allemaal verbonden en beïnvloed lijken te zijn of vol zitten met symboliek van het hele satanisme, wat op zichzelf natuurlijk ook al bijzonder verdacht is. Zo open en bloot en niemand lijkt er wat van te kunnen zeggen of wat dan ook. We leven in een duivelse donkere tijd, beste mensen. Wat had je anders trouwens verwacht in deze tijd van ontwaking? Ik heb ook mijn hele leven gekampt met depressies en verslavingen en weet ik wel wat voor vraagstukken, die ik ook nog steeds heb trouwens. Ik heb echt het onrustige en of misschien dan ongelukkige gevoel nu echter wel om kunnen zetten in motivatie om het dus uit te zoeken hoe je van dit gevoel dan af zou kunnen komen. En wat blijkt? Je kunt er namelijk dus wel degelijk wat aan doen. Het was dus ook juist wederom exact het juiste gevoel dat jij dus voor jezelf binnenkreeg, zodat je dus kan worden aangezet in de juiste context tot de juiste actie. Ga maar na en vraag aan jezelf, waarom voel jij je dan zo kut? En de waarheid zal je echt meer dan bevrijden en motiveren op zoek te gaan naar het volgende antwoord en dus de volgende bevrijding. Alleen door te weten kun je het verweren of jezelf er dus tegen te beschermen. Wat mij trouwens persoonlijk dan nog verder heeft geholpen toen ik zelf bijzonder in de put zat in mijn depressieve jaren of periode, zijn eigenlijk gewoon online filmpjes van oudere mensen als mij met hun levensverhaal. Oudere personal trainers, bijvoorbeeld Wayne Dyer of weet ik veel wat. Maar laat het vooral op je overkomen door iemand die oud en wijs is en neem vooral wijsheid tot je. Want daarmee zul jij je gevoel leren begrijpen, mensen. Een heel fijne en goede nacht. Oh.